In het Dordrechts Museum kan men tot 21 oktober van dit jaar een gedeelte van de Rietgors-collectie bewonderen. De geschiedenis van het museum begint in 1966 met de komst van de heer Nanne Harm Luigies in Papendrecht. Hij was kunstverzamelaar en heeft een gevarieerde collectie van schilderijen, sculpturen, Chinees, porselein en aardewerk verzameld. Na de dood van Luigies werd zijn villa in de Jasmijnstraat omgetoverd tot Museum de Rietgors. Hij schonk zijn collectie aan de gemeente Papendrecht met de clausule dat ze niet verkocht mag worden. Het museum kreeg in 1983 een nieuwe locatie. Het werd ondergebracht in de oude bibliotheek. Toen in 2001 door teruglopende bezoekersaantallen het financieel niet langer draagbaar was dit museum open te houden, werd de hele collectie bij de gemeente opgeslagen. Van tijd tot tijd werd de collectie tentoongesteld, zoals nu in het Dordts Museum. Collectie de Rietgors toont de topstukken van het voormalige museum in Papendrecht. Ter gelegenheid van de opening heeft kunstkenner Pieter Jorissen een boeiende lezing met foto's over het museum de Rietgors gehouden. Aansluitend konden de bezoekers de collectie van schilderijen en sculpturen bewonderen. Collectie de Rietgors toont de topstukken van het voormalige museum in Papendrecht. De verzameling bevat een aantal grote namen uit de schilderkunst van de 20e eeuw, zoals Jan Sluiters, Charlie Thorop, Karel Appel en Corneille.